Vertegenwoordigers van alle bestuursresorten van Sipaliwini worden getraind om zich voor te bereiden om in te kunnen spelen op mogelijke rampen in hun gebied, zegt kolonel Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. Vandaag was de training on Gender Responsive Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management voor districtscommissarissen. Dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, de UNDP en de Surinaamse overheid. De training wordt in alle districten verzorgd, zegt Slijngaard. Zoals u zult begrijpen, zijn niet alle gebieden in Paramaribo of in Suriname onderhevig aan dezelfde soort rampen. Sommige gebieden hebben overstromingen, andere gebieden hebben andersoortige rampen, daken waaien weg, weet je, dus dat soort dingen. Dus mensen moeten zich wat dat betreft voorbereiden erop. En ook op de manier waarop ze responderen, waarop ze reageren op rampen. En het is dit gegeven dat ons tot het besef heeft gebracht dat wij diverse gebieden moeten trainen op de rampen die bij hun kunnen voorkomen. En daarvoor zijn de mensen die het best aan ons kunnen uitleggen, zijn de mensen van het gebied zelf. En daarom hebben wij dus dit soort trainingen. In de regel reist het NCCR naar de districten. Maar in het geval van Sipaliwini wordt de training centraal gehouden in Paramaribo. Alle 7 bestuursresorten van Sipaliwini zijn nu bij elkaar gebracht, omdat het in omgekeerde richting te veel tijd in beslag zou nemen, zegt Slijngaard. En we hebben maar 12 maanden in een jaar. Dus u begrijpt, dit is een manier waarop wij proberen om toch nog binnen een jaar tijd alle districten te hebben bereikt. En dit doen wij met samenwerking, in samenwerking met de UNDP en de diverse onderdelen van de UN-gemeenschap in Suriname. En onder andere met de GCCCA+, en alles wat ook te maken heeft met de SDGs, weet je, dus het bereiken van de SDGs, et cetera. Zo, dat zijn een paar van de doelen die we hebben om deze training te verzorgen. En zoals ik het nu heb gezien reeds, zie ik dat de mensen erg enthousiast zijn. En ik denk dat wij mogen verwachten dat we deze training weer tot een goed einde zullen brengen. De training, die duurt tot en met vrijdag, is deel van een landelijk programma dat vele aspecten heeft. Het gaat om de 8e training. Enkele districten moeten nog worden afgewerkt.